keer is zo, elke 4 jaar is er bijna een nieuwe minister van Cultuur. Die dan, weet ik wat, het warm water heeft uitgevonden en dus een hervorming wil doen dat zogezegd beter is, maar het wil niet zeggen beter, het wil zeggen minder. Het is zo dat in België en in Vlaanderen nooit geen serieuze beurzen zijn geweest tegenover andere landen, gelijk Nederland en Denemarken. Dat zijn stokpaardjes van het beleid. Maar ze moeten eens goed kijken naar de Scandinavische landen en Duitsland en Frankrijk en dergelijke. Ik denk dat er een stuk of 6 of een stuk of 8 zijn die volledig van hun kunstenaarsverkoop, kunstverkoop kunnen leven. En ik denk dat er zo, ja, toch wel een 250 talentvolle kunstenaars zijn die ook willen blijven verder werken aan hun kunstoeuvre. Het verhuur, depot, atelier, auto, onkosten, reis, onkosten, ja, en dergelijke. 40.000 voor een zelfstandige kunstenaar is een onkostenbedrag. 40.000 maximum op een carrière, hè, op een parcours van 50 jaar. En je moet ook rekening houden, vooral bij beeldende kunstenaars, is dat er ook soms moeilijke jaren zijn. Dat de verkoop praktisch nul is. En dan is het heel goed dat je een beurs kunt aanvragen en dat je een duwtje in de rug krijgt van bijvoorbeeld ministerie. Wij zijn een soort van diplomaten, culturele diplomaten. Vlaanderen wil zo fier zijn over zijn Vlaamse kunstenaars, maar het blijft blijkbaar hangen bij kunsthistorische figuren, gelijk Rubens en Van Eyck en dergelijke. Maar het erfgoed van binnen 50 of 100 jaar zullen wij zijn, deze actuele kunstenaars. Dus ik zou willen dat het tenminste hetzelfde bleef, of over het Mondriaanfonds gesproken. Als we 10% van de Nederlandse Mondriaanfonds krijgen, dan ben ik al heel content.